YouTube kanaal. Het is vandaag weer tijd voor een shoplog en ik heb vandaag allemaal zomerkleding van Boo. Van My Jewelry heb ik items. Ik heb items van Hunkemuller. Ik heb een hele leuke tas van Bayou. Nog nooit van gehoord. En ik heb een hele leuke zonnebril. Mocht je nou zin hebben in deze video, doe dan natuurlijk even dat duimpje omhoog. Vergeet je hieronder niet te abonneren. Mocht je nog niet geabonneerd zijn, zou je mij heel erg blij mee maken en mijn kanaal heel erg mee helpen. En dan ga ik gauw beginnen met de video. Ik heb hier een berg naast me liggen, dus ik ga gewoon pakken wat ik zie liggen. En als eerste is dat deze brillenkoker. Die is ook nieuw, die is van het Kruidvat. Die heeft mijn moeder voor me gehaald. Volgens mij was die 2-3 euro of zo. Maar goed, het gaat natuurlijk om de inhoud hiervan. En als je me langer volgt, dan weet je al dat ik deze bril eigenlijk al veel langer had. En dat is namelijk deze. Hij is van Quay Australia. En het is dus zo'n cat eye model. Ik denk dat jullie nu de camera gaan zien. En heel de kamer. En hier zo, echt alle troep hier zo. Maar goed, dit is dus de bril. Het is een cat eye met blauwe spiegelglazen. Hij is wel duur. Hij is 150 euro. Alle prijzen zal ik overigens gewoon in de beschrijving zetten. Maar deze bril had ik dus in 2015 of 2016 gekocht. En hij was helaas in Londen dit jaar gesneuveld. En het is echt een hele fijne bril. Het is echt mijn favoriet. Hij is wel prijzig, maar I love it. Dus die heb ik opnieuw gekocht, want ik kon gewoon niet zonder. Dan hebben jullie vast wel gemerkt dat dit jaar echt van die strooien rieten tassen helemaal in zijn. Van die ronde modelletjes. Ik vind ze heel erg tof. I like it. Die kleintjes vind ik leuk. De grote vind ik leuk. Maar het nadeel is dat bijna alles is of open en heeft geen rit of zo. Of het gaat dicht met alleen een drukknoopje. En ik vertrouw dat gewoon echt niet. Ik wil graag een tas die dicht kan. En ik ging dan ook op zoek op internet. En daar vond ik dus bij de website Bayou een hele leuke tas. Ik had er zelf nog nooit van gehoord, maar de service was hartstikke goed. De tas was helaas op het moment dat ik bestelde niet leverbaar. Maar ik heb gewoon, zoals ze zeiden, de tas wel kunnen bestellen. En ik kreeg hem binnen wanneer ze dat zeiden. Dat was ongeveer 2 weken later en ik kreeg keurig bericht. En dat is dus deze tas. Echt een hele leuke rieten tas. Met hier zo ook 2 van die tesseltjes. En hij heeft dus zowel van die korte banden als een lange schouderband. En wat ik heel erg belangrijk vond, is dat hij dus dicht kan met een rits. Ik ga hem waarschijnlijk als strandtas gebruiken ofzo, dus dat vind ik extra handig. Maar goed, verder is het 1 groot vak. Hier heb je nog een klein vakje zitten. En verder is het dus 1 groot vak. Maar ik vind hem super leuk. Echt een van de schattigste items die ik heb weten te scoren, vind ik. Echt, ik ben er heel erg blij mee. Ik denk dat jullie deze op heel veel foto's gaan zien verschijnen op vakantie. Mochten jullie dat trouwens nog niet weten op het moment dat jullie dit zien, zit ik in Griekenland. Dus er zitten op mijn Instagram waarschijnlijk heel veel mooie foto's. Mocht je dat dus niet willen missen, check dan zeker even mijn Instagram. Die staat in de beschrijving. En mocht je het linkje en de prijs en dergelijke van deze willen hebben, staan ook in de beschrijving. Dan ga ik verder met deze enorme zak. Deze komt van Boohoo. Maar er zitten ook andere items in. Het eerste wat ik uit de zak haal is namelijk niet van Boohoo. Dat zijn deze hele leuke schoentjes. Dit zijn ze met palmboompjes erop. Van die espadrilles. Gewoon hele platte. Ik had zelf nog nooit espadrilles gehad. Maar ik vind ze zo ontzettend schattig. Ik had ze echt al maanden dat ik ze zag op de website van My Jewelry. En ze wilde hebben. Maar ja, ik ging nog naar Londen. En ik wilde ook andere zomerkleding hebben. Dus ik liet het elke keer uitstellen. Maar ik heb ze toch maar besteld. Ik heb ook echt gewacht met het opnemen van deze video tot die tas binnen was. En toen kwam de tas binnen. En toen wilde ik deze bestellen. Dus ik heb elke keer lopen uitstellen met deze video. Maar goed. De video is er. De espadrilles zijn er. De tas is er. Alles is er. En ik ben hier heel erg blij mee. Het waren rond de 40 euro. Waarom? Ik dus best wel een tijdje heb getwijfeld. Maar goed, ik ben er heel blij mee. Ze zijn super schattig. Ik denk dat ze bij zowel een broekje als een rokje als een jurkje eigenlijk overal staan. Deze wel leuk bij. Ook bestelde ik een aantal weken terug een paar bikinis bij de Hunkemuller. Zo van, dan kan ik kiezen. Ik liet ook een polletje zien op Instagram, aangezien ik het zelf allebei zo mooi vond. Dus ik plaatste een polletje en vroeg welke jullie het leukst vonden. Nou, met 65% won deze bikini. Dit is een strapless bikini, maar hij heeft ook nog zo'n bandje voor achter je nek. Verder is die aan de achterkant gewoon smal, wat ik heel erg fijn vind. Want heel veel bikinis hebben aan de achterkant nog gelijk zo'n hele brede band. Dat vind ik niet mooi als je bijvoorbeeld zonder BH een jurkje aan hebt of zo. Verder is die echt heel erg leuk blauw met van dit mooie witte kant. Er zit een mooi gouden detail in het midden. En ik zag mezelf dit al helemaal dragen in Griekenland. Dus die. En daar zit vervolgens dan dit broekje bij. En die is gewoon heel erg simpel. Hij is niet al te cheeky. Die heeft van die schattige witte koordjes. De prijsjes zitten er nog aan en zo, maar ik heb ze gewoon al lang betaald. I love it. Ik vind dit echt
zo'n leuke bikini. Maar goed, zoals ik al zei, ik kon gewoon niet kiezen. Dus ondanks dat deze bikini had gewonnen, heb ik ook de andere gehouden. Heel erg slecht voor mijn portemonnee. Maar ook deze vond ik zo schattig. Dat is dit model. Die komt uit de collectie van Caro E. Het is een blogger. En deze had ik echt al maanden op het oog. Hij zit dus inderdaad zo als een soort van V-halsje. En ik vind hem zo leuk. Hij heeft dus hier zo van die details met gouden ringetjes. Gewoon cups, maar die kun je er ook nog uithalen mocht je dat willen. En verder gaat hij gewoon met van die bandjes aan de achterkant dicht. Dus je kunt hem makkelijk verstellen. In het midden zit er nog een heel klein detail. Ja, I love it. En ook het broekje dat erbij zit is weer best wel simpel. Deze is net wat cheekier zoals je al kunt zien. En hier zo aan de zijkant heeft hij datzelfde gevlochten detail. Als dat hij ook in de top heeft. Dus ja, ook hiermee ben ik weer heel erg blij. Dan is het tijd voor de boohoo tas. En er zit echt best wel wat in, dus ik ga gauw beginnen. Het eerste wat ik eruit haal, dat is deze hele mooie broek. En deze heb ik al geplaatst met een Instagram foto. En ik kreeg heel veel vragen, heel veel complimentjes over deze broek. Maar goed, hij is dus van boohoo. Het is een hele mooie groene broek met allemaal van die bloemetjes. Hij heeft wijde mouwen die ook gewoon wijd uitlopen. En I love it. Ik vind hem echt prachtig. Ik vind de kleur heel erg mooi. Hoewel ik zelf best wel snel alleen maar warme kleuren draag. Like you can see. Overigens, mocht je benieuwd zijn naar deze make-up look, check even de link hierboven. Want daar staat de video waarin ik deze make-up heb getest. Maar goed, dit is dus echt mijn favoriete broek van het moment. En hij was echt helemaal niet zo duur. Dus ja, helemaal verliefd op. Dan kocht ik ook gewoon een basic zwart shirtje. Dit is een wat wijder... Gaat lekker. Wijder modelletje. Hij zit zelfs binnenstebuiten, zie ik. Ja, ik heb hem uit de wasmand gehaald. Omdat hij dus gedragen is. Ik ga hier ook geen try-on shots van opnemen. Maar ik heb hier ook nog zo'n kleurtje van. Het nadeel van deze is dat je best wel snel zweet ziet zitten bij oksels en zo. Dat is wel een nadeel. Maar goed, ik heb dus even twee basic shirtjes gekocht. Lekker los. Zit wel heerlijk in de zomer. Nog een van mijn favoriete items. En dat is dit playsuitje. Het is dus een heel schattig wit met blauw playsuitje. Perfect voor Griekenland natuurlijk. Hij is lekker losvallend. Heeft dus hieronder ook echt een broekje. Alsof het een jurkje is. Zo valt hij zelfs. Hij heeft aan de voorkant gewoon een redelijk diepe hals en aan de achterkant ook. Ik heb hem ook nog in een grote maat besteld, waardoor hij extra ruim valt. Ik vind hem heerlijk zitten. Het ziet eruit alsof je in een jurkje loopt, maar je hebt het comfort van een broekpakje, waardoor je gewoon lekker niet hoeft op te letten met zitten en wat dan ook. Dus ja, ik vind hem heel erg leuk. Echt perfect voor Griekenland. Hij was maar 8 euro. Even voor de duidelijkheid, kan je dat geloven? 8 euro. Ze hadden deze ook nog in andere patroontjes, maar ik vond deze perfect voor Griekenland. Misschien dat ik de andere modelletjes ook ooit nog wel ga bestellen. Want hij zit zo lekker. Ik heb hem echt al zoveel gedragen. Maar goed, dit is echt een heel erg leuk item. Het volgende item is dit topje. En dit is een kleurtje dat ik niet zo snel wil dragen. Omdat ik hem best wel snel flats vind maken. Maar ik vind hem wel heel erg leuk. Het is een beetje peachy qua zalmroze. Een beetje combinatie daarvan. En hij heeft dus hele mooie kanten details hier aan de onderkant. Hij is dus ook weer off-shoulder. En zoals jullie weten ben ik gek op off-shoulder. Ik weet niet of je het nu ziet. Maar goed, deze is trouwens van Zafel. Er staat ook een shoplog van online. Zal ik hierboven even linken. Maar goed, dit is echt een heerlijk zwierig crop topje. Ik zou eigenlijk geen crop topjes meer bestellen van mezelf. Omdat ik dat niet zoveel draag. Maar ik heb ook high-waisted shortjes besteld. Dus ik vond dat dit kon. En I love it. Over high-waisted shortjes gesproken heb ik er hier eentje in de perfecte gele kleur. Helemaal in op me natuurlijk. En het is een beetje... een wat netter kort broekje door de vouwen. En er zit trouwens ook nog een lint bij wat je hier doorheen kunt halen. Kun je erbij doen, kun je eraf halen wat je zelf maar wilt. Aan de achterkant gaat hij open en dicht met een ritsje. Hij zit mooi, hij zit net wat wijder om mijn benen heen. Wat ik zelf heel erg mooi vind aangezien mijn benen toch het breedste punt van mijn lichaam zijn. Ja, I love it. Ik vind het echt een perfect kleurtje. Het stofje is niet van dat vieze zweetstofje, maar wel gewoon mooi en netjes. Dus ik denk dat ik deze zeker mee ga nemen op vakantie. Hij is gewoon echt heel erg cute. Ik heb het idee dat cute trouwens mijn nieuwe stopwoord aan het worden hoor tijdens deze video. Maar goed, volgende shortje is deze hele schattige, wat is het? Bladerprint met dat roze. Het is echt helemaal in, of tenminste het was vorig jaar al helemaal in, maar goed. Dit is dus gewoon een heel simpel stoffen shortje, lekker losvallend. Met zo'n elastieke band in de middel. Vind ik perfect, want mijn taille is wat... ja, is gewoon in verhouding best wel dun met mijn bovenbenen. Oftewel, dan is het perfect als dit lekker losvallend is. En hier gewoon een elastieke band is, waardoor die in mijn taille gewoon aansluit. Dit kan ik ook gewoon nog over mijn bovenbenen heen krijgen namelijk. Want sommige strakke dingen krijg ik daar niet overheen. Maar zouden mijn taille wel goed zitten. Oftewel, perfect. Zit heerlijk luchtig. Kan je met van alles combineren. Dus ja, ik hou van dit soort broekjes.
Dan heb ik hier nog een heel erg schattig rood jurkje. Die aan de voorkant dus inderdaad zo gestrikt zit. En dan heb je hieronder je tieten eigenlijk net een beetje een gat. Zal je het aanbeeld beter zien dan dat je het hier ziet. En aan de onderkant loopt het dus met van die ruffeltjes. Het voelt als je hem aan hebt alsof die heel erg kort is. Omdat dus deze band zit echt ongeveer net onder mijn bil. Maar goed, er zitten die ruffeltjes natuurlijk nog onder. Dus dat scheelt. Mocht je nou bang zijn dat dit toch omhoog waait. Dan kun je er natuurlijk nog eventjes een wielrenbroekje of iets dergelijks onder doen. Of zo'n gymbroekje. Dat lost het probleem eigenlijk al op. Maar goed, hij zit dus mooi getailleerd. En dan loopt hij wat uit. Ik vind hem echt heel erg tof. Ik hou van rode tinten. Het staat me altijd wel heel erg mooi. En ik vind die bloemen ook wel heel erg tof. Ik weet niet, ik heb best wel wat bloemenprintjes gekocht de afgelopen tijd. Terwijl ik over het algemeen bloemenprintjes best wel snel een beetje tuttig vind. Maar dit vind ik juist echt heel erg leuk. Hij is voor mijn doen wel best wel schattig. Dus ik moet er een beetje aan wennen. Maar ik moet zeggen dat ik hem wel echt heel erg leuk vind. En dan is het tijd voor het laatste item. En dat ga ik nooit in beeld kunnen houden. Het is namelijk een maxi jurk. En hij is echt maxi. Het is ook van de talcollectie. Hij is voor mij perfecte lengte. Maar het is dus deze. Hij zit hier zo met van die koordjes. Die kun je in je nek knopen. Of ik ga ze misschien aan de achterkant vastmaken. Zodat je gewoon rechte bandjes hebt. Verder heeft hij dus echt zo'n heel erg schattig vouwtje overal. En hij loopt dus van dit schattige licht roze peachy steeds verder door naar steeds donkerder peachy. I love it. Hij is heerlijk zacht. Hij is wel redelijk veel stof. Dus het is wel een wat zwaardere jurk. Maar ik vind hem zo mooi. Ik hou er echt van. Ik zie mezelf het wel helemaal dragen op vakantie. Vooral in Santorini. Dus ik denk dat ik hier hele mooie foto's ook mee ga maken. Ja, I love it. Dat waren dan alweer alle items die ik jullie vandaag wilde laten zien. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om deze video te zien. Doe dan nog even dat duimpje omhoog. Vergeet je dus niet te abonneren. En dan zie ik je heel erg graag terug bij weer een nieuwe video. Doei doei!